Kwartaalcijferseizoen komt er weer aan en dat belooft weer een hoop spektakel. Als we gaan kijken naar de Verenigde Staten, dan zien we dat daar een kleine daling wordt verwacht. Dat komt natuurlijk door de stijgende loonkosten. Die moeten die bedrijven tenslotte betalen en dat komt uit de winst. En natuurlijk de belastingeffecten die nu zo'n beetje verdwenen zijn of geminimaliseerd. Die hadden we een jaar geleden nog wel. Daarbij komt dat de olieprijs is altijd een plusfactor, omdat met name heel sterk in de oliebedrijven terugkomt. In Europa zien we dat daar de Europese economische groei erg tegenvalt. En dus dat is een duidelijke minder daarvoor. Maar ook hier hebben we toch wel redelijk veel oliebedrijven die zullen profiteren van die hogere olieprijs. Als je dan gaat kijken naar welke sector daar het meeste van profiteren, dan zie je dat de terugvallende economische groei zorgt ervoor dat met name cyclische bedrijven, staal, chemie en dat soort bedrijven, die gaan daar het meeste last hebben van die tegenvallende economie. En daar zullen ook de grootste minpunten te zien zijn. Ik denk wel dat beleggers daar al veel op rekenen, dus er zit al veel in de prijs verdisconteerd. Aan de pluskant zullen we natuurlijk zien dat de oliebedrijven erg veel winst gaan. De olieprijs is een stuk verder gestegen dan menigeen voor mogelijk had gehouden. En dat komt duidelijk straks terug in die verwachte winsten en die we over het eerste kwartaal hebben gezien. Als we naar de financials kijken, dan zien we dat die continu lage rente toch langzaam steeds meer een beetje van die winstmarge aan de rentekant wegvreet. En daardoor ben ik wel benieuwd hoe die zich daar doorheen zullen slaan.